Moet jij dit jaar examen doen in maatschappijwetenschappen? Bekijk dan ons gehele videoaanbod. Op onze website www.digistudies.nl staan alle examenonderwerpen van maatschappijwetenschappen op een rijtje met begrippenlijsten en examenvragen erbij. Deze video is de eerste over maatschappijwetenschappen in het kader van het domein vorming. Vorming, dat is een van de vier hoofdbegrippen, hoofdonderwerpen zeg maar, van het vak maatschappijwetenschappen. Naast verhouding, binding en verandering. Met vorming wordt bedoeld de manier waarop individuen, mensen in een groep en of in een samenleving, de maatschappij dus, worden gevormd tot leden van die groep of maatschappij. Ze worden met andere woorden gesocialiseerd. Een proces dat begint in de vroegste jeugd en dat een mensenleven lang voortduurt. En waarin de identiteit wordt gevormd. En daarover socialisatie en identiteit gaat deze video. Socialisatie is het sleutelbegrip waarmee het vormingsproces van individu tot groepslid plaatsvindt. Het is het proces waarbij iemand de normen en waarden van andere cultuurkenmerken van een groep of samenleving aanleert. Daardoor gaat hij zich min of meer gedragen zoals de andere leden van de groep. Doet hij dat niet, dan wordt hij daarvoor gecorrigeerd of gestraft. Dus gaan mensen zich gedragen op een manier die passend wordt gevonden binnen de groep. Passend dan ook weer voor zijn leeftijd of geslacht of positie. Die normen en waarden in de westerse maatschappij bijvoorbeeld zijn ontleend aan waarden als de 10 geboden uit de Bijbel bijvoorbeeld. Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen enzovoort. Die kunnen zelfs in de vorm van formele wetten worden gegoten met straffen en al. Informele regels zijn echter bijvoorbeeld je bescheiden of beleefd gedragen, dat is iets anders. Daar bestaan binnen de groep het gezin vaak wel straffen op, maar verder in de samenleving niet echt. Socialisatie vindt plaats tijdens de opvoeding in het gezin of tijdens de opleiding op school of in verenigingen en vriendengroepen. Deze instellingen heten de socialisatoren, de omgevingen die socialiseren, die de regels en dus het gedrag en cultuur bijbrengen. Die socialisatoren, dat zijn het gezin, de school, de peergroup, de vrienden- en leeftijdsgroep dus, je werk, kerk of geloofsgroep bijvoorbeeld, of je club. Kortom, de omgeving waar iemand opgroeit heeft invloed op die socialisatie. De omgeving, de sociaal-economische positie bijvoorbeeld en status van een gezin of een familie heeft een dergelijke invloed. De ene heeft een hoge positie gepaard met meer bezit en inkomen dan de andere. Hoogopgeleide blijken hun kinderen langer te laten doorleren dan laagopgeleide. Zo ontstaan er verschillen. En het verschil in opleiding wordt zo door kinderen als het ware overgeërfd. Je positie in de maatschappij ligt dan aan factoren als economisch kapitaal, bezit en inkomen, of sociaal kapitaal, connecties en netwerken door je werk, van positie in de maatschappij die je verder kunnen helpen daarin, of cultureel kapitaal, een kennis, omgangsvormen, smaak of opvattingen, die kunnen je ook een zekere status geven en je positie in een samenleving mee bepalen. Er zijn echter maatschappijonderzoekers die denken dat het niet zozeer de opvoeding en omgevingsfactoren zijn die het gedrag van mensen in een samenleving bepalen, het aangeleerd gedrag dus, maar dat dat gedrag wordt bepaald door samen met je persoonlijkheid en grotendeels al genetisch bepaald is. Dat je dat meekrijgt met je geboorte vanuit een soort overlevingsgen. Deze discussie heet nurture-nature-debat. Maar het zal duidelijk zijn dat alles wat je later na je geboorte geleerd krijgt zeer bepalend zal zijn en is voor je rol in de groep of samenleving. In de tweede helft van de vorige eeuw is de betekenis van sommige socialisatoren veranderd. Je kreeg het verschijnsel bijvoorbeeld van deconfessionalisering, ontkerkelijking of is dat. De invloed van de kerken met al hun moraal in Nederland werd toen een stuk minder. Of er werd onderwijs als socialisator werd steeds belangrijker. Omdat beide ouders bijvoorbeeld vaker gingen werken, werd de opvoedingstaak meer aan scholen overgelaten. En ook de peergroup werd belangrijker, er werd meer naar vrienden geluisterd. Er ontstond een jeugdcultuur met eigen gedrag, houding en denkwijze.
Een ander sleutelbegrip in de socialisatie is cultuur. Cultuur is het geheel van normen en waarden en opvattingen, geloven, aannames, kennis enzovoort, die worden doorgegeven aan de leden van een groep of een samenleving, waardoor die samenleving zich kenmerkt. In een aparte volgende video ga ik daar nog uitvoerig op in, op die cultuur. Via socialisatie worden op de leden van de groep of maatschappij soms ook waarden overgebracht die door andere leden van de groep of maatschappij verworpen worden. Bijvoorbeeld godsdienstige overtuigingen, dat je moet gehoorzamen aan het woord van God. Dat wordt dan door andere mensen, die vinden dat onzin. Of stereotypen en vooroordelen. Stereotypering is beeldvorming waarbij de eigenschappen van één persoon of een paar personen aan een hele groep worden toegedicht. Het is een generaliserend idee over een groep. Zoals blondjes zijn dom, Joden zijn gierig, Arabieren hebben geen respect voor het leven, mensen uit zuidelijke warme landen zijn lui. Allemaal volstrekte onzin natuurlijk, maar toch zijn er mensen die dat blijven geloven. En dat noemen we vooroordelen. Het zijn de oordelen over groepen die berusten op een stereotype. Ze berusten niet op feiten, maar op domme ideeën die in een groep leven en soms moeilijk uit te roeien zijn. Goed, identiteit dan. Identiteit is het geheel van persoonlijkheidskenmerken van iemand. En ook die wordt door socialisatie gevormd. Als het om een persoonlijke identiteit gaat, geeft het antwoord op de vraag: wie ben ik eigenlijk? Het antwoord kan zowel bepaald worden door uiterlijke kenmerken als door psychologische eigenschappen en de aangeboren genetische persoonlijkheidskenmerken die we kennen uit het nature-nurture debat. Ook door kenmerken die anderen jou toedichten of waarvan jij denkt dat ze je toegedicht worden door anderen. Al deze antwoorden op de vraag wie ben ik bepalen je persoonlijke identiteit. Het geeft tegelijk aan waarin je je onderscheidt van anderen in je groep en wat jou speciaal tot die groep doet behoren. Je identiteit is plaats- en tijdgebonden, namelijk door de samenleving waarin je leeft, plaats en de tijd waarin je opgroeit. Daarnaast ontwikkel je ook een sociale identiteit. Het geeft antwoord op de vraag: wie denken anderen dat ik ben? Welke indruk maak ik eigenlijk? Omdat mensen graag bij hun groep willen horen, is het antwoord daarop belangrijk voor hen. Deze groepsidentificatie geeft aan met welke groep je je verbonden voelt. Men neemt elkaars kenmerken, elkaars gedrag en denkbeelden over. En dit begrip sociale identiteit speelt dan een belangrijke rol in het socialisatieproces, omdat mensen zich hun leven lang ontwikkelen in wisselwerking met hun sociale omgeving. Ze leren de betekenis van hun kenmerken binnen de groep kennen en de maatschappij. De betekenis van hun gedragingen en hoe daar door anderen op gereageerd wordt. Zo worden ze tot leden van de groep gevormd. Ten slotte is er ook het begrip collectieve identiteit. Dit gaat om vrij algemene kenmerken van een groep. Welke typische kenmerken vindt men blijvend bij een bepaalde groep horen? De jeugd bijvoorbeeld als groep of de bejaarden. Soms willen leden daarvan helemaal niet geassocieerd worden met een collectieve identiteit, terwijl anderen die associaties wel leggen. Maar ik voel me nog helemaal geen bejaarde, hoor je dan. Het is de vaak sociaal-economische en culturele positie van een groep die de collectieve identiteit daarvan aangeeft. Het begrip identiteit speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van een cultuur waar men zich vindt bijhoren. En over cultuur zal het in de volgende Digistudies video gaan. Ook die is weer verhelderd door de visualisatie van Doella Kroll. Nou, dan krijg je hieronder nog wat begrippen te zien en ik geef je een oefening. Probeer aan de hand van wat ik hierboven verteld heb antwoord te geven op bijvoorbeeld vragen als: wat bepaalt de identiteit van mensen? Hoe ontwikkelen mensen een eigen identiteit en hoe een sociale? Hoe worden mensen gevormd tot leden van een samenleving? Als je daarop de antwoorden weet te geven, nou, dan ben je een stuk verder gekomen met je toets of examen over dit vak. Veel succes!